Volgens de vereniging Eigen Huis, u heeft eerder vanochtend gehoord in het Radio 1 journaal, maar ook het Verbond van Verzekeraars en de NVM, de makelaars, moet ook de invoering van nieuwe regels voor hypotheken worden uitgesteld. Ik heb nu contact met PvdA-kamerlid Jacques Monars. Hij is de woningmarktwoordvoerder van de partij. Monars, meneer Monars, welkom in de uitzending. Dan ben ik benieuwd hoe het met de moed zit als het gaat om de huizenmarkt, de woningmarkt. Want er zijn grote zorgen, hè, bij Vereniging Eigen Huis. Makelaars, verzekeraars vinden eigenlijk dat de plannen moeten worden uitgesteld. Begrijpt u die zorg? Nou kijk, ik denk dat voor de komende 20 maatregelen we zorg krijgen van allerlei partijen. En die begrijpen we ook echt. Dat is geen enkel punt. In dit geval moet er wel bijgezegd worden dat deze maatregelen al genomen zijn een meer dan een half jaar geleden. Die zaten ook in het welbekende vijfpartijenakkoord. Ja. Ja, dus om nu te zeggen van we zijn er niet op voorbereid, we kunnen het nu niet doen. Omdat op de avond voordat het behandeld wordt in het belastingplan gaan beweren. Ja, dat vind ik niet het sterkste argument wat ik tot nu toe gehoord heb. Nee, maar goed, wat we hebben gezien bij de zorgplannen is dat uiteindelijk iedereen is gaan rekenen. En dat wat heftiger uitzag dan men dacht. Dat is in dit geval ook gebeurd. Voor starters ziet het er slecht uit. Iemand die vanaf 1 januari 2013 een hypotheek afsluit, gaat over de hele looptijd zo'n tienduizenden euro's meer belasting betalen. Ja, maar kunt u daarmee leven? Nou, en kijk, met alle respect, ik heb die rekenvoorbeeldjes met die mooie huisjes gezien gisteravond. Mm-hmm. Een van de dingen die de journalist zelf, of in de uitzending, ietsje later werd gezegd, we hebben te maken met een waardedaling op dit moment. En die waardedaling die er op dit moment helaas in zit, die werd in het hele rekenvoorbeeld helemaal niet aangegeven. Ze zegt van ja, met mijn waarschuwde, het is slecht, de woningprijs gaat 9% achteruit. Nou, laten we eens ervan uitgaan dat dat inderdaad het geval zou zijn. Mm. Dat kan je niet twee huisjes uit elkaar neerzetten die allebei vervolgens dezelfde waarde hebben. Dus dat klopt dan niet. En wat veel erger was van dit, en dat vind ik echt, dat moet ook de journalistiek zich aantrekken, dan moet je wel erbij vertellen dat aan het eind van die periode je huis afgelost is. Die andere mensen blijven in de schuld zitten en die nieuwe gevallen, die hebben wel hun eigen huis.